In Openbaring 20 gaat het niet alleen over het boek des levens, er staat ook andere boeken. Wilt u het SVP over deze andere boeken hebben en uitleggen wat voor boeken het zijn? Als je dat leest in zijn verband, dan staat daar dat al degenen die daar voor die grote witte troon staan, dat zijn degenen die deel hebben aan de opstanding van de goddelozen, dat moeten we dan maar even aannemen, die worden geoordeeld naar hun werken. En daarvoor zijn die andere boeken. Ik was zo'n paar jaar geleden in een kerk in België. Ik ben helaas vergeten waar het was. Misschien in Lier. En daar was een mooie plaquette aan de muur. En ik kende dat katholieke geloof wel. Dat elk mens twee engeltjes op zijn schouders heeft. Die ene die noteert alles wat je verkeerd doet. En de andere wat je goed doet. Dat wordt boven allemaal bijgehouden. En daar spotten we wel eens mee, want wij protestanten weten natuurlijk dat je uitsluitend gerechtvaardigd wordt door het geloof. Ja, dat is zo, maar dan moeten we wel gelaten 5 vers 6 bijnemen. We worden gerechtvaardigd door het geloof, maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Want het is frappant, waar het gaat over het oordeel van God, gaat het altijd om een beoordeling. Niet simpelweg om de vraag of je wedergeboren bent of niet, of je in de Heer Jezus gelooft of niet. Altijd naar hun werken. Dat vind je in Paulus' opsomming in Romeinen 2, als hij het over twee categorieën mensen heeft. Dat vind je als hij het heeft over de rechterstoel van Christus, in Romeinen 14, maar vooral in 2 Korinthe 5. Opdat er ieder van ons ontvangt wat hij aan het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ik ga eens een beetje rooms zijn naar jullie vanavond. En zo is het ook voor de grote witte troon, je wordt beoordeeld naar je werken. En als je denkt aan het oordeel voor de troon der heerlijkheid tussen de schapen en de bokken, Matteüs 25, dan gaat het om de werken. En als je Jacobus 2 leest, waar Luther zo van schrok toen hij aan de lezing van dat boek toekwam, als je Jacobus 2 zegt, dan zegt Jacobus, zag je heus dat je alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt? Nee, je wordt geloofd, gerechtvaardigd naar je werken. Nou, intussen na 500 jaar, na die schrik van Luther, snappen we even wel wat dat betekent. Je wordt gerechtvaardigd wel door het geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. En de echtheid daarvan blijkt uit de rechtvaardige daden die daaruit voortvloeien. Daarom als iemand een lang bekeringsverhaal weet te vertellen, zeg ik, sla dat maar over, dat hoeft niet. Maar dat zegt me eigenlijk nog niks. Ik wil de vruchten zien. Want dat doet de Heere God ook namelijk. Die vraagt niet naar je bekeringsverhaal, die vraagt naar de vruchten van je geloof. Want we worden beoordeeld of we nou gelovigen of ongelovigen zijn voor de rechterstoel van Christus, beoordeeld naar de werken. Die engeltjes waar ik het over las in die katholieke kerk, die engeltjes hebben dat allemaal bijgehouden en daar gaan die andere boeken over. Dus daarin worden, en de Heere God is daarin zeer rechtvaardig. Hij bewijst ook aan de meest goddeloze mensen, kijk maar je naam staat niet in het boek des levens, maar je naam staat wel in het andere boek en kijk eens wat je allemaal in je leven hebt gedaan. En ik vind dat wel een belangrijke zaak. Ik heb het wel eens eerder verteld, even heel kort. In 1999 was een belangrijke bijeenkomst van katholieken en lutheranen om dat oude geschil uit de weg te doen. Zijn we nou gerechtvaardigd door het geloof of gerechtvaardigd door het werk? Dat is een heel lang document geworden. En paus Johannes de 23e heeft de samenvatting, paus Benedictus de 16e, gaf het in één woord. Ik zei het straks al. De samenvatting van het hele document waar katholieken en lutheranen het over eens werden. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof, of uit het geloof, maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Zo simpel is het. Dat is wat Paulus bedoelt, dat is wat Jacobus bedoelt. En dat mag ons helpen om niet te gauw te zeggen, zoals men nog wel eens een handje van heeft, die heeft zich toen bekeerd, maar ja, hij leidt wel een goddeloos leven, maar gelukkig toen heeft hij zich bekeerd. Dus, ja, hoezo? Hoe weet je dat hij zich bekeerd heeft? Want waar zijn de vruchten? Voor alle duidelijkheid, intussen hebben ook de grote calvinistische kerkgenootschappen en ook van de methodisten zich bij datzelfde document aangesloten. Dat is toch wel mooi, dat we het uiteindelijk na 500 jaar over eens werden. Of beter gezegd, na 500 jaar begrepen we dat we niet goed naar elkaar geluisterd hadden. Als ik ongerechtigheid om mij heen zie, ben ik bijbels verplicht wat te zeggen en Gods gerechtigheid aan te halen? Of is het slim af en toe te doen alsof mijn neus bloedt? Wat Johannes de Doper of Petrus meegemaakt hebben is nogal eng. Of ben ik een lafaard als ik zwijg? Ja, een van de zonden die in Leviticus 5 worden opgesomd,
is de zonde wanneer je zwijgt, wanneer je had moeten spreken. Ik kan ook wel zulke momenten in mijn leven mij voorstellen dat ik denk, ja, achteraf gezien had ik daar wat moeten zeggen en dat heb ik niet gedaan. En dat is heel merkwaardig. Wij denken natuurlijk bij zonde aan de seksuele zonde, overspel, maar ook liegen en doden en bedrog en al die dingen, ook in de 10 geboden. Maar soms is zonde het nalaten van het goede. Paulus schrijft, wie dan weet goed te doen en het niet doet, die is het tot zonde. Dat is de zonde van nalatigheid. En dat soort laffe momenten hebben we allemaal wel eens gehad, misschien, denk ik. Dat, terwijl je eigenlijk best zou weten in zulke gevallen dat het wel mee zal vallen met die gevolgen. Zul je een beetje raar aankijken misschien. Maar met die dramatische gevolgen zal het wel meevallen. Ze zullen ons niet voor in de gevangenis werpen. Enzovoort, enzovoort. Ja. Ja, goede vraag. Heel indringende persoonlijke vraag. Wat is het doel nog van de tempel als Christus terug is? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag die ik in mijn leven heb gekregen. En ik denk dan vaak aan het woord van Paulus in Filippenzen 3. Hetzelfde u te schrijven is mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. Dus ik zeg het nog maar een keer. In Ezechiël 40 tot 44 wordt de tempel beschreven die er in het Messiaanse Rijk zal bestaan in Jeruzalem. En je vindt dat ook op andere plaatsen, in Zacharia 6 en in Jesaja. Wat is de zin ervan? Mijn tegenvraag is altijd, ik heb het hier trouwens ook wel eens beantwoord hoor. Mijn tegenvraag is altijd, wat hadden de offers in het Oude Testament voor zin? Dan kijkt men mij vreemd aan. Ik zeg, ja, Paulus, de Hebreeënbriefschrijver zegt heel duidelijk dat geen van die offers ooit bloed zonde kon wegnemen. Waar werden ze dan gebracht? En dan is het antwoord, ja, maar ze hadden toch wel betekenis, want ze zagen vooruit op het offer van Christus. En dan is mijn tegenvraag, en waarom zouden er geen offers kunnen zijn die terugzien op het offer van Christus? Daarachter zit, maar dan ga ik me weer laten verleiden tot een grote uitweiding. Daarachter zit het idee, zit eigenlijk het niet onderscheidend van vervuld hebben en afgeschaft zijn. De wet is vervuld. Dat is niet hetzelfde als afgeschaft. Dat is een hele oude denkfout. Al die Joden die hun wetten volbrengen, over een uur gaan ze weer Sabbat vieren. Is allemaal nergens voor nodig, is allemaal afgeschaft. Nee, zo is het niet. Christus heeft de wet vervuld. Maar hij zegt zelf in Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Dus hij maakt zelf al dat onderscheid. Maar dat is een groot onderwerp. Weet je wat, lees mijn boek, het Israël van God. Daar staat het in. Ga uw gang. Als de tempel is Christus op de terugwijzen, en als hij zelf terug is en in het midden is, dat heb ik dan nog te doen. Maar in het midden is, dat is ook maar betrekkelijk. Hij zal met zijn opstandingslichaam hier op aarde verschijnen. Zoals hij na zijn opstanding 40 dagen aan zijn discipelen is verschenen. Hij is niet zomaar hier in ons midden zoals hij dat was in zijn stoffelijk lichaam. Hij is daar in zijn verheerlijk opstandingslichaam bij hen geweest. Dus je moet het je niet zo voorstellen dat hij dan in dat hele Messiaanse Rijk in zijn lichaam op aarde is. Vandaar dat hij... Ja, zeker, hè? Natuurlijk. Ja. Maar dat kunnen wij nu ook al zonder dat we hem zien. Hij zal komen, hij zal verschijnen, ieder zal hem zien, maar dat wil niet zeggen dat hij 1000 jaar zichtbaar op aarde aanwezig is. Daarom zegt Ezechiël ook dat hij een plaatsvervanger hier op aarde zal hebben, de vorst die daar genoemd wordt. In Ezechiël 40 tot 44. En die moet ook zondoffers voor zichzelf brengen, want dat is ook maar een gewoon mens, wel uit het huis van David, maar een plaatsvervanger. Ik denk dat het ook onze rol verklaart, we zullen als verheerlijkte heiligen met hem verschijnen. En... misschien zal onze rol zijn die de engelen hadden in het Oude Testament. Die ook verschenen aan mensen met boodschappen van de Heere God. Want we zullen met Christus regeren. Maar dat wil niet zeggen dat wij op die nieuwe aarde wonen. Sterfelijke mensen met hun sterfelijke lichamen zullen op aarde wonen. Wij zullen met Christus in de heerlijkheid zijn. Maar er zal een geregeld verkeer zijn als op een Jacobsladder. Engelen die opstijgen en neerdalen op die ladder. Zo... denk ik dat we het ons zouden moeten voorstellen. En in die zin
is er weer ruimte voor alle Joodse feesten. Zacharia 14 beschrijft hoe ze opgaan elk jaar naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Enzovoort. Groot onderwerp. Lees het boek Het Israël van God. Het is zo handig eens één keer gewoon een boek te schrijven wat allemaal in staat. U zei dat er hoop is als je in onwetendheid zondigt. Wil kan mag God vergeven als ik bewust zondig? Ja, maar dat is een moeilijke vraag. Wat is bewust zondig? Zou Saulus van Tarsus onwetend zijn geweest over wat hij deed? Zou hij nou... Nee, hij bedacht niet dat hij aan het zondigen was, dat niet. Maar had hij nou ook niet kunnen weten wat hij aan het doen was, dat hij tegen God zelf aan het strijden was? Nee, hij was blind. Moet je nou zeggen, al die Joden die geroepen hebben, kruisig hem, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dat Petrus tegen hen zegt, ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. Wat gelukkig dat wij dat dus niet hoeven uit te maken. Maar in de wet van Mozes kun je rustig zeggen dat bij het zondoffer, dat vind je in Leviticus 5, altijd betrekking had op zonden die in onwetendheid werden gedaan. Want zondigen waarbij je bewust bent, dit is zonde in de zin van rebellie tegen God, zoals bijvoorbeeld de lastering van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, of in het Oude Testament in nummer 15, dat heet in de Statenvertaling zo mooi, het zondigen met opgeheven hand. Het zondigen als met een gebalde vuist naar de hemel. Daarvoor is geen vergeving. Want daar gaat het om afvalligheid, om regelrechte rebellie. Maar God gaat ervan uit dat wij onwetend zondigen en als we dan wel eens zondigen en er toch niet helemaal goed gevoel bij hebben, onszelf dan wijsmaken dat het toch niet zo erg is, et cetera. In ieder geval is hij blijkbaar heel wat milder daarover in zijn beoordeling dat wij dat zelf zijn. Want als het anders was, zou niemand van ons behouden worden. Want wie van ons heeft dan nog nooit gezondigd, terwijl je diep in je hart eigenlijk wist, ja, eigenlijk kan het niet, eigenlijk deugt het niet. Ik zei al, als je gezwegen had, terwijl je had moeten getuigen, is het al zonde. Dus gelukkig dat oordeel ligt bij hem. Maar het is heel belangrijk, bij het volk van God wordt er van uitgegaan, als ze zondigen, was dat eigenlijk niet de bedoeling. Want het volk van God is er om God te dienen. En als het toch gebeurt, is het rebellie. Daar is geen vergeving voor. Dat is ook het hele antwoord op dat gigantische probleem van de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is ook de tweede vraag die ik het meest beantwoord heb. Over de zonde tegen de Heilige Geest. Vroeger woonden wij een paar honderd meter van het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Het leek wel alsof ik weet niet hoeveel mensen daar allemaal daar zaten met het idee, ik heb tegen de Heilige Geest gezondigd. En dan probeer ik altijd uit te leggen dat elke zonde een zonde tegen de Heilige Geest is. Want de Heilige Geest is God. Zondig tegen God betekent zondigen tegen de drie-ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus elke zonde is een zonde tegen de Heilige Geest. En het tweede probeer ik ze uit te leggen. Dat op die manier over de zonde tegen de Heilige Geest nooit gesproken wordt in de Bijbel. Er wordt altijd heel specifiek gezegd. Lastering van de Heilige Geest. Dat is bewust kwaadspreken van. Maar de duivel heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om mensen de stuip op het lijf te jagen met de zonde tegen de Heilige Geest, terwijl de Bijbel dat niet doet. Nooit doet. Wonderlijk is dat. We hebben allemaal maar een dun Bijbeltje hoor. We noemen onszelf hartstikke Bijbelgetrouw, maar ik heb nog geen vraag over de hemel gezien. Dat valt me mee of tegen. Maar we zijn er nog niet doorheen. Het is toch de laatste keer. Oh! Mijn vraag is dus als volgt. Er is een gifslang. Hij doodt zijn prooi en vreet hem op. Waarom gaat hij zelf niet dood door zijn eigen gif? Ja, dat is een biologische vraag. Dat is geen theologische vraag. Met biologie ben ik al een hele tijd niet meer zo erg bezig. Dat is een leuke vraag. Ik zal hem doorgeven aan de bevoegde instanties. Ja. Ik zal hem in een theologische vraag veranderen. Jullie weten dat ik altijd op de computer zit te werken. Vanaf mijn 13e, ja, toen was er nog geen computer, maar toen zat ik ook te schrijven.
Je hebt van die mensen, die hebben zo'n tik, hè. En de laatste zin, denk ik, die ik vandaag opschreef, die was uit Prediker 10. Als de slang bijt voor de bezwering, dan heeft de bezwering geen nut meer. Ken je die tekst? Staat je niet direct voor de geest. Dat is een mooie tekst. Toen de slang beet in het paradijs, zo lees ik dat, het was maar goed dat de bezwering al van eeuwigheid af in Gods raad had plaatsgevonden. God werd er niet door overvallen. O jongens, nu moet er snel een bezweerder komen. Nee. Dus de slang en zijn gif zijn uitgewerkt doordat de bezwering al had plaatsgevonden. Het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld, Openbaring 13. Het zijn wonderbaarlijke dingen. De slang heeft vele malen gebeten en is ook nog steeds springlevend. Zo zie je maar weer dat je van een biologische vraag ook een aardige theologische vraag kan maken. Want de slang met een hoofdletter leeft ook nog steeds. Wat kan leiden om de gerechtigheid praktisch betekenen voor christenen in Nederland? Nou, vreemd, maar het eerste voorbeeld dat mij te binnen schiet is om bijvoorbeeld tegen elkaar te blijven zeggen, abortus kan niet. Een mensenkind met een eeuwigheidsziel, groeiend in het lichaam van een vrouw, afmaken, dat kun je niet doen. Net zoals Johannes de Doper bleef zeggen, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Hij zei het eindeloos keer. Die man werd er helemaal niet goed van, Herodes, en die hakte hem de kop af. Zo kunnen we ons er makkelijk bij neerleggen dat het in dit land dan toch maar blijkbaar gewoon kan. En ik weet wel, je moet politiek nuchter zijn en het is nog helemaal niet haalbaar. Je moet proberen toch zo. Maar we zijn hier niet als politici, we zijn hier als profeten even aan het nadenken daarover. En dan moet je blijven zeggen, het kan gewoon niet. Dankjewel. Het was natuurlijk mooier geweest als iedereen dat had gezegd, maar één is toch ook al heel mooi. Ja. Er zijn er wel meer dingen, maar ja, het is te gevaarlijk om voorbeelden te noemen, want je krijgt daar straks altijd weer moeilijkheden mee van mensen die er toch anders over denken. Ja, ik ben blij dat er meer inzicht en meer grip komt en meer betrokkenheid naar onze homofiele broeders en zusters toe. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat er ooit een moment in mijn leven komt dat ik zal zeggen, nou ja, dat homohuwelijk, dat moet toch kunnen. Er zijn van die dingen waar je gewoon op blijven zeggen, dat kan niet. Wauw, is het elke keer dezelfde? Ik heb nog steeds geen mensen erbij gewonnen. Ja, maar goed, dat zijn maar een paar voorbeelden. Maar je moet dat op een bepaald moment blijven zeggen, jongens, dat kan eigenlijk niet. Zo kunnen dat kun je niet maken. Zoals eigenlijk als iemand vloekt, meteen zou moeten kunnen zeggen, dat kan eigenlijk niet. Sommige mensen die zijn er veel origineler in en die pakken dat anders aan. Als iemand GVD zegt, dan zeggen ze, nou, ik hoop dat God dat gebed niet verhoort. Hè? Huh? Wat heb je erover? Nou, je hebt net een gebed uitgesproken, je hebt tot God gebeden. Ik weet niet of je God gelooft, maar je hebt in ieder geval tot hem gebeden. Je vroeg aan hem of hij jou wilde verdoemen. Nou, ik hoop dat hij dat niet verhoort. Nou, dan heb je ook een gesprek. Het is misschien leuker dan te zeggen van, daar ben ik op tegen. Begrijp je, het is soms ook de toon die de muziek maakt. Je kunt soms een mooie getuigenis geven op deze manier. Ja, sommige mensen, ja, maar ik ben niet zo evangelistisch. Sommige mensen hebben dat van nature meegekregen. Ik ken zo'n vriend, die is evangelistisch heel erg sterk. Goed, zo naar mensen getuigd. Die stond in de lift met iemand en die persoon die zei, wat is die heet? Ja, zei, dit is in de hel nog veel heter. Kijk, dat denk ik nou nooit aan, zulke dingen. Daar kom ik gewoon niet op. Nou, sommige mensen hebben daar een geweldige natuur van. En die weten van alles een geestelijk gesprek te maken. Hij vertelde dat die man de lift uitging en net zo hard schaterde als jullie dat doen. Dus veel heeft het aan zijn eeuwige behoud niet bijgedragen. Maar het had toch een mooi gesprek kunnen worden. Wij zijn toe aan de mondelinge vragen, vrienden. Een paar van de vaste vraagstellers die ontbreken. Gaat uw gang. Uit Rotterdam, Gouda. Nou, Reewijk is het. Oh ja, Reewijk, ja, nou ja. Jullie kerk in Gouda. Ja. U zei net, het lam van God is geslacht vanaf de grondlegging der wereld. Klopt dat u dat zei? Dat klopt dat ik dat zei. En betekent dat ik dan goed
Het is moeilijk om te formuleren, hè? Het is ook lastig. Ik heb u gezegd, het staat zo in de Statenvertaling, in Openbaring 13. Maar als je nou goed kijkt, je weet, soms kunnen komma's een reusachtig verschil uitmaken. Dan staat hier, de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, komma, van de grondlegging van de wereld af. Met andere woorden, daarmee zegt de vertaler, we handhaven de volgorde van de woorden in het Grieks, maar dat van de grondlegging der wereld af, dat slaat niet op het lam dat geslacht is, want dat is geslacht in de volheid des tijds, niet aan het begin van de wereldgeschiedenis. Maar het is wel merkwaardig dat het er zo staat. En er zijn ook wel vertalingen en uitleggers geweest die zeggen, voor God, het heeft een beetje te maken met die bezwering waar ik het net over had. De bezwering had van eeuwigheid plaatsgevonden. In die zin, als je dat zo mag zeggen, als dat niet Griekse onzin is, dat God buiten de tijd staat, zodat heden en verleden en toekomst allemaal met hem vervlochten zijn, dan zou je kunnen zeggen, als niet al voor de zondeval van Adam en Eva het geslachte lam voor zijn aangezicht had gestaan, dan was het nooit wat geworden. En als je nou naar 1 Petrus 1 gaat, misschien was dat veiliger geweest om dat te citeren. In 1 Petrus 1, daar staat dit. We zijn verzoend met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld. Namelijk als dat lam. Dus in die zin, in de raadsbesluiten van God, was hij al, als ik het zo zeggen mag, het lam voorgekend, maar het lam dat geslacht was in Gods plan. En voor God is dat hetzelfde alsof het al vervuld was. Dus in die zin bedoelde ik het erbij. Ik bedoel natuurlijk niet letterlijk dat de Heer Jezus geslacht is aan het begin van de wereldgeschiedenis. Wie nog meer? We hadden het net over die boeken. Die worden geopend. De ongelovigen. Moet ik daar concluderen dat er dus een gradatie is in laten we zeggen, voor afgewezen worden door God. Omdat we gekeken worden naar wat je allemaal hebt gedaan. Ja, zeker. Want in datzelfde gedeelte in Openbaring 20, bij de grote witte troon, daar staan alle zondaars onder, de kleine en de grote. Nou, dat betekent dus niet mensen van 2 meter en mensen van 1,40. Dat betekent de kleine zondaren, dat zijn de brave zondaren. Die anderen, dat zijn de schurken. En in Lucas 12 lezen we over, de een zal met weinige slagen geslagen worden, de ander met vele slagen, maar wel geslagen. Dus zo goed als er verschil is tussen de beloning voor de gelovigen, zo is er verschil in het oordeel over de goddelozen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik las vandaag ergens in een blad, geloof ik, in de Nieuwe Visie, een uitspraak van Henk Binnendijk, die 30 jaar geleden ook al deed. Dus hij verandert gelukkig niet in dat opzicht. En hij zegt dit: je zult in de eeuwigheid zijn wat God op aarde van je heeft weten te maken. Het is niet zo makkelijk om dat te bewijzen uit de schrift, maar ik verstop mij achter de brede rug van Henk Binnendijk. Want ik denk dat daar wel veel in zit. Als je al een hele leven op aarde een geestelijke baby bent geweest, omdat je tevreden was met je behoud, of je vermeende behoud, dan zul je dan ook niet ineens zomaar ineens patsboom volwassen zijn. Misschien is er toch nog hoop dat je het ooit zult worden in de heerlijkheid, maar je zou kunnen zeggen, we zullen allemaal vol zijn van Christus, maar sommigen zijn uitgegroeid tot een emmer en anderen tot een vingerhoedje. Allemaal volgemaakt, oftewel volmaakt. Maar de een zo klein, de ander zo groot. En zo heb je kleine en grote zondaren, ja. Het is dus niet allemaal over één kam geschoren. Dat zou ook naar ons menselijk gevoel ook niet eerlijk zijn. Er is onderscheid. En dat is natuurlijk ook zo. Daarom hebben we al die kronen in het Nieuwe Testament. Kroon des levens, kroon der heerlijkheid, kroon der gerechtigheid, onverwelkelijke kroon. Dat geeft ook al onderscheid aan. En Lucas 19, het gelijkenis van de ponden, de een wordt gesteld over 5 steden en de ander over 10 steden. Dat betekent onderscheid niet in talenten, dat zou niet eerlijk zijn, maar die talenten heb je van God gekregen. Maar wel in de trouw waarmee je die talenten gebruikt hebt.
Je wordt dus niet beloond naar je talenten, maar je wordt beloond naar je trouw. Nou, daar zou veel over te zeggen zijn. Dat is een goede vraag, want dat onderscheid stelt de schrift wel degelijk. Dus, we hadden het ook nog over de zullen heersen over mensen die op aarde zijn. En die op aarde zijn, zijn sterfelijk. Ja. Maar de dood was toch, die is er toch niet? Ja, dat is aan het einde. Oh, wacht. Opmerking 20, aan het eind staat de dood en de aarders werden geworpen in de poel des vuurs. Ja. Maar in het Messiaanse Rijk, lees je wel in Jesaja 65... dat de zondaar, de honderdjarige, nog door de vloek getroffen kan worden. Met andere woorden, als je daar rebelleert, elke dag zal het oordeel uitgaan en zullen de goddeloze dingen weggenomen worden. Dat wel. Dus in die zin zijn ze sterfelijk en kunnen ze ook sterven. Er zal natuurlijk een hele generatie geboren worden die het allemaal niet meer zelf hebben meegemaakt, die het van horen zeggen hebben. En dat verklaart ook waarom we aan het einde lezen in Openbaring 20, als na 1000 jaar de duivel losgelaten wordt, de mensen massaal weer tegen God in opstand komen. Zelfs 1000 jaar van vrede en gerechtigheid zullen het hart van de mens niet kunnen veranderen. Dat blijkt me weer. Zelfs de zegenrijkste omstandigheden veranderen de harten van mensen niet. Dat kan alleen God zelf, door zijn Heilige Geest. Dus je hebt daar de getrouwen, maar je hebt daaromheen een grote schade die weer even hard achter de duivel aanloopt als altijd. Maar daar zou ook weer veel over te zeggen zijn. De volgende keer gaan we het daar nog wel een beetje verder over hebben. Psalm 72, want dat is geloof ik de enige psalm in het hele rijtje waarvan we geen citaat vinden in het Nieuwe Testament. Dat betrokken wordt op de Heer Jezus. Dus dat is nou een psalm waar je als het ware niet aan kunt ontkomen. Zonder dat we een bewijs hebben in het Nieuwe Testament. Maar dat gaat helemaal over de regering van Salomo en over als type van de regering van de Messias. Dus dan komen we nog op een heleboel van deze vragen weer terug. Maar daarvoor moeten we eerst de lange hete zomer doorgegaan zijn voordat we daaruit komen. Ik zag ook nog een vinger wapperen, is dat verbeelding? Ja, daar was die. U had het net nog, toen u sprak over zijn volk. Ja, nou heel simpel. In het Nieuwe Testament is, als we het goed zien, komt een paar keer voor het boek van degene die behouden worden. De wedergeborenen, Gods volk. In het Oude Testament heeft het een veel ruimere betekenis. Of het boek van alle levende mensen, want dat is een boek waaruit je geschrapt kunt worden. Of het boek van degene die wel Gods volk tot Gods volk behoren, in de ruimste zin van het woord. Maar als je kijkt naar Psalm 69 en je kijkt ook naar wat Mozes bidt over dat uitgedelgd worden uit Gods boek, dan gaat het daarom een boek in een veel ruimere betekenis. Dus boek des levens betekent niet altijd precies hetzelfde door de hele Bijbel heen. Er is een boek waar je wel uit geschrapt kan worden en een boek waar je niet uit geschrapt kan worden, als je het kunt volgen. Ja, heb je hem? Ja, heb je hem. Elisabeth. Voordat er iedereen een nieuwe aarde is, dan zijn er overledenen, hè, onze geliefden, die zijn dan toch ergens. En wat is dan als de Heer Jezus de moordenaar zegt, en zegt we met mij in het paradijs zijn? Wat is dat dan? Dat is een hele goede vraag. En ik zal je vertellen waarom het een goede vraag is. Ik heb net een boekje naar de uitgever gestuurd over het paradijs. Nee, dat is niet de reden. Sorry, dat is niet de reden waarom het een goede vraag is. Maar dat is om aan te geven hoe ik zelf met die materie geworsteld heb. En daarin onderzoek ik alle teksten die handelen over, vooral die uit het Oude Testament, niet waar? U zult mij leiden door mijn raad en daarna in heerlijkheid opnemen, naar de hemel gaan. Dan heeft het helemaal niks mee te maken. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer, zegt Jacob. Dat is naar de hemel gaan. Dat heeft niks mee te maken. In het Oude Testament vind je nul en geen allerlei aanwijzingen. In het Nieuwe Testament zijn ze allemaal gemakkelijk te weerleggen. Behalve deze ene. Dat is toch fantastisch dat Els, dat jij nou net met die ene komt. En je weet dat sommige mensen zeggen, ja, je hebt maar één tekst uit de Bijbel nodig. Sommigen hebben er 10 nodig voordat ze het geloven. Maar wat zegt de Heer Jezus hier nou? Als je kijkt naar wat het paradijs is, in het Nieuwe Testament komt er 3 keer voor.
niet alleen hier in Lucas 23, maar ook in 2 Korinthe 12, waar Paulus opgetrokken wordt tot in de derde hemel. En vooral Openbaring 2 vers 7, wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom des levens die in het paradijs van God is. En dat komt nog eens een keer terug in Openbaring 22 over die water, rivier van het water des levens die stroomt door het midden van de straat van het nieuwe Jeruzalem met aan weerszijden het geboomte des levens enzovoort. Het paradijs wordt altijd verbonden of met het Messiaanse Rijk of met de eeuwige toestand. En nu lijkt het alsof de Heer Jezus hier de uitzondering der uitzonderingen maakt. En ik geloof dat je in eerste plaats moet vragen, wat bedoelde die man nou eigenlijk, die moordenaar? Wat vroeg hij? Wat vroeg hij volgens jou? Ik durf wel een tegenvraag aan jou te stellen. Ja, en verder? Waar, hoezo denken? Wanneer, wat, wie, hoe, waar? Ja, bijna. Ja, maar die vraag is heel belangrijk, want daar is het is een antwoord op een vraag. De man zegt, het hangt een beetje van de Griekse handschrift af, hij zegt of, Heer, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk komt, of als u komt in uw koninklijke waardigheid, maar dat komt een beetje op hetzelfde neer. Nou, het koninkrijk is niet de hemel. Pas was er nog een geliefde predikant in Nederland die op zijn sterfbed schreef, hij is ertussen bij de Heer. Maar hij schreef nog dat hij ernaar uitzag het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Ik denk, wat is dat nou jammer? Je mag geen kritiek hebben op zo iemand in zo'n situatie. Maar het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk op aarde. Maar een koninkrijk waarin de hemel regeert. Zoals Daniel tegen Nebukadnezar zegt. U moet leren dat de hemel regeert. Maar het koninkrijk is nooit in de hemel. Het is op aarde. En dat, wat deze man geloofde was hetzelfde wat alle vrome joden geloofden. Volkomen terecht. Hij geloofde dat straks in de dag van de opstanding, dan zullen de rechtvaardigen opstaan en deel krijgen als de Messias gekomen is aan diens koninkrijk. Hij zei, hij had in de gaten, deze man is de Messias. Dus de dood, dat kan nooit het laatste woord zijn. Dus deze man die gaat opstaan uit de dood, kan niet anders. En dan zal hij als Messias regeren in zijn koninkrijk, precies zoals de profeten dat voorspeld hebben. En hij zegt, mag ik er dan alsjeblieft bij zijn? Mag ik dan ook opstaan uit de doden? En dan, en eigenlijk is dat, wat dan aanbreekt, dat is Eden, de Hof van Eden, dat is het paradijs. Dat is die eeuwige toestand van vreugde en gerechtigheid, die ook in allerlei opzichten als paradijs omschreven wordt in het Oude en het Nieuwe Testament. En dan zegt de Heer Jezus dit, ik zal jou eerst niet vergeten. Als dat zal gebeuren, nou ben ik dus aan het uitleggen, hè? Dat staat er natuurlijk niet zo letterlijk. Als dat zou gebeuren, dan mag jij er ook bij zijn. Want overal waar ik ben, daar zul jij er ook zijn. En overal waar ik ben, daar is het paradijs. Met andere woorden, vandaag al als je gaat sterven, zul je bij mij zijn. En dan zul je al een voorsmaak hebben van het paradijs. Maar alles wat je er meer over zegt, is vrome fantasie. Wat Bunyan zegt, wat Thomas A. Kempis zegt en duizenden predikanten die allemaal precies weten hoe het er in de hemel uitziet. Let op hun bewijsteksten, die komen allemaal van het Messiaanse Rijk of van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, logisch, want de Bijbel vertelt. Het enige wat de Bijbel vertelt is wat Paulus zegt, met Christus te zijn is verreweg het beste. Ontbonden te worden met Christus te zijn is verreweg het beste. En dan nog zegt hij in diezelfde brief, wij verwachten Christus uit de hemelen terug. Met andere woorden, zelfs in die uitdrukking heeft hij het over het met Christus zijn tot in eeuwigheid. Vooral na de opstanding. Een keer per jaar ga ik naar het graf van mijn ouders en daar staat op, altijd met de Heer. Een woord uit 1 Thessalonicenzen 4. Een woord van na de wederkomst, na de opstanding. Altijd met de Heer. Maar mijn ouders hebben zich daar niet dik over gemaakt of dat nou sloeg op voor de opstanding of na de opstanding. Ze hebben zich ook niet druk gemaakt over hoe het er in het paradijs uitzag. Daar heb ik ze nooit over gehoord. Ik heb mijn vader vele malen horen preken. Maar dit was het belangrijke voor hen. Als we er niet meer zijn, zijn we bij de Heer. Als ik op een begrafenis spreek, dan spreek ik niet over hoe heerlijk het in de hemel is, want daar weet ik helemaal niks van. Het wordt ook nooit hemel genoemd. Want ik vertel, wat is geweldig om te weten dat ze in zijn handen zijn. Dat ze schuilen in de schaduw van de Almachtige. En dat ze waar hij zijn, daar is het goed, daar is het beter dan hier. Daar hebben ze een voorsmaak van het paradijs.
Maar vraag me niet hoe het verder is. En dat hoeft het ook niet. Dat hoeft het ook niet. Als je weet hoe het daar is, dan kun je de Koran beter lezen. Dan vind je een uitvoerige beschrijving van de heerlijkheid van het paradijs. Met geen woord wordt over God gerept. Dat schijnt er helemaal niet toe te doen. Maar bij ons net andersom. We zullen altijd met de Heer zijn. We zullen met Christus zijn. We zullen bij Jezus zijn. Dat zijn de drie dingen die we lezen. En ik heb jullie al eens verteld. Ik was nog maar een jonge kerel. Ik was net getrouwd. Maar een oude broeder belde me op. Wacht even. Zijn kleindochter is hier. Of die is, ik weet niet zeker of ik haar gezien heb. Nou, doet er ook niet toe. Meestal is ze hier. En hij zei, Willem, hoe is het in het paradijs? Want mijn vrouw is net overleden en ik hoop er ook binnenkort naartoe gegaan. Hij is er intussen al tientallen jaren. Hoe is het daar? Ik zei, nou broeder X, ik weet maar drie dingen van het paradijs. Oh, zei hij, wacht even, ik zal het even opschrijven. Ik zeg, we zullen met Jezus zijn, Lucas 23. Ja, dat heb ik. Verder, we zullen met Christus zijn, Filippenzen 1. Ja, ik zeg, ze zullen bij de Heer zijn, 2 Korinther 5. Ja, meer nog, ik zeg, dat is niet genoeg dan. Jawel, ik wil even voor de zekerheid weten. Oké, okay. Dat is het. Maar meer weet ik niet. Johannes daarvan, over dat er de vele woningen zijn. Johannes 14. Ja. Uw hart worden niet ontroerd. Die, hè? Ja. Want ik geheel om uw plaats te bereiden. En wat staat er dan, zuster? Even kijken, en wanneer ik leeg van bij uw plaats bereid, dan kom ik weer en zeg. Ah, zeg het nog eens, die drie woorden, sleutelwoorden. Nee, daarvoor. Kom ik weer. Is die al teruggekomen? Oh. Dus al die advertenties en al die christelijke tijdschriften en kranten, want deze is opgenomen in het vaderhuis, forget it. Nee. En gestorven in de hoop, het is eeuwige leven, het klopt ook al niet, want eeuwige leven, dat is niet het leven van de hemel. Dit is een van de meest grote, wijdverspreide misverstanden. Jullie denken vast, ik kom nu meer op die lezing van die man, want dat is allemaal evangelisch gezwets. Nou, de evangelici snappen er ook niet veel van, hoor, echt niet. Dit is, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk wel eens een keer, ja, ik wil niet alles de duivel de schuld van geven, maar daarmee is al het zicht op de opstanding en op de wederkomst vervaagd. Dat begon al in de vierde eeuw. Als je straks sterft en je gaat naar de hemel, waar zijn dan wachten op de wederkomst? Ik vraag het wel eens. Nou, stel je voor dat je bent nou in de hemel dan. En dan komt de opstanding. Wat dan? Die gooit allemaal goed in het eten. Jij zit fijn in de hemel. Komt ineens die opstanding er tussendoor. Hoe nou? Wat? Ja, hebben ze er nooit over nagedacht. Geen idee. Hè? En de Christus komt terug. Wat betekent dat? Ja, zij zijn in de hemel. Klaar. Echt waar. Maar denk er ook helemaal niet over na. We praten elkaar maar na. Vandaar dus dat die vriend van mij uit Zuid-Afrika. Die ik ophaalde van het vliegveld. Dat is een paar maanden geleden gebeurd. Willem, waar staat het in die Bijbel dat mensen helemaal toe gaan als hij dood is? Ik zei, nergens, mijn vriend. Ik zei het al straks, want toen zei ik het nog niet in het Afrikaans. Hij was opgelucht, want hij had ontdekt dat het op de staat. En ik vind het raadselachtig. Ik begrijp niet hoe dat komt. Ik zei, we zijn bij Christus en dat is genoeg. En dat vind ik heerlijk om te weten. Ik moet helemaal niet van zielenslaap hebben of dat soort dingen. Maar dat gefantaseer over hoe het daar is. Mag wandelen op straten van goud. Leerden wij op de zonderschool. Heb je dat ook geleerd? Ja? Maar die straten van goud, die zijn in het Nieuwe Jeruzalem. En het Nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam. Misschien waren we een leven lang bezig met misverstanden op te ruimen. Ja. Kees, heb jij ook nog een plaats die je... Ja, ik heb een tegenvraag aan Jan Hoek voorgesteld. Aan Jan Hoek? Ja. Nou, dat is toch een man met gezag, mag ik zeggen. Ja, zeker. Maar we zijn bij Christus, maar Christus is naar het vaderhuis gegaan. Ja. En wij zijn bij Christus. Dus 2 plus 2 is 4. Maar u maakt onderscheid tussen het vaderhuis en het paradijs en de schoot van Abraham. Maar je bent wel ergens. En je bent bij Christus. Ja, maar dat is ook zo. Maar verder weet ik het niet. Jan Hoek misschien meer, die heeft misschien speciale inlichtingen. Maar kijk, het feit dat de Heer Jezus in het vaderhuis is. Ja. De Heer Jezus is alomtegenwoordig. Wij zijn dat niet. Als hij in het vaderhuis is, vind ik dat geen sterk bewijs om te zeggen. Dus gaan wij ook naar het vaderhuis. Want de Heer Jezus zegt uitdrukkelijk, ik heb het deze zuster laten zeggen, dan hoort het van een ander. Johannes 14, hij komt terug en dan brengt hij ons daar. Niet met ontlichaamde zielen. Maar compleet met onsterfelijk, met verheerlijkte lichamen zullen we daar zijn. In het paradijs. In het huis van de Vader. Dus
Maar wat je wel ziet van mijn goede vriend Jan, hij kan ook alleen maar optelsom plegen. Hij kan teksten aan elkaar rijgen. Vroeger verscholen ik me wel eens achter 2 Korinthe 12, in de derde hemel, opgetrokken tot in het paradijs. Ik dacht, nou, het paradijs in de derde hemel, dat was dan het enige houvast dat ik had om te zeggen, we gaan naar de hemel, want we gaan immers ook naar het paradijs. Maar dan later dacht ik, ja, voor wie doe ik dat nou eigenlijk? We zijn met Christus en dat is verreweg het beste. En voor de rest zullen we het wel zien. En dat hele nadenken over een plaats betekent, en over de heerlijkheden van die plaats, betekent uiteindelijk dat je daarmee ook tekort doet aan Christus. Want als Christus daar niet zou zijn, dan was het helemaal geen heerlijke plaats. Plaatsen hebben geen heerlijkheid in de Bijbel. U weet het, ik was op een conferentie in Amerika, ik was nog een piepventje. Piepklein ventje. Ik had het over the glory of a certain place, ik weet het niet meer. En toen was er een broeder uit Engeland, ik weet het nog, Michael Johnson. Niet Michael Jackson, Michael Johnson. En Michael zei tegen mij, Willem, places have no glory in the Bible. Je ziet, als je op die manier openbaarlijk gecorrigeerd wordt, dan leer je het wel. Hij zegt, plaatsen hebben alleen maar heerlijkheid omdat God er is. Doe uw schoenen van uw voeten, van de plaats waarop gestaat is heilige grond. Waarom was die grond heilig? Was er iets bijzonders aan die grond? Nee, hij was daar. Dus als wij zeggen vandaag, ze zijn een vakantie aan het maken naar het heilige land, dan eigenlijk klopt het niet. Want de heerlijkheid des Heer is nog niet teruggedaald in dat land. Net zo onheilig als Groningen. Of Zeeland, voor de luisteraars uit Groningen. Maar dus de heerlijkheid van de hemel is niet een beschrijving van wonderbare dingen. Want die beschrijvingen die zijn altijd uit het verband gerukt over een heel wat anders. Die heerlijkheid is de heerlijkheid van God. Waar God is, daar is heerlijkheid. Waar Christus is, daar is de heerlijkheid. Wat wil je nog meer dan? Nou, ik vond het fantastische keuze van mijn vader toen mijn moeder overleed. Zij was de eerste dat hij voor deze tekst koos. Altijd met de Heer. That's it. Wat wil je meer? Altijd met de Heer. Wat wil je meer?